Het verhaal heeft twee verhaallijnen. Eén van een uh, jonge vrouw, net um, ja, uh, in de dertig, en één van een man in de zestig, eind zestig al, die um, op zoek is naar zijn dochter, die hij 33 jaar geleden schijnt verwekt te hebben. Die gaat um, op vakantie eigenlijk naar Zuid-Afrika, maar maakt daar toch wel zoveel mee. Um, en dat is ook een beetje terugkijkend op Eva zelf. Ze is, wat ik eigenlijk een beetje aan uh, vind: is dat ze zelf haar eigen leven beschrijft: van de periode dat ze zelf in Zuid-Afrika is geweest. En in, in grote lijn beschrijft ze toch de dingen die zij daar heeft, persoonlijk heeft meegemaakt. Terwijl ze ook eigenlijk maar meeging met haar man, omdat hij daar aan het werk moest. En dat beschrijft ze, in het boek beschrijft ze dat ook. Als een koppel wat, wat naar uh, Zuid-Afrika uh, Zuid gaat. De man moet werken, zij is veel alleen. En door omstandigheden komt ze op, op plekken terecht. wat eigenlijk niet bedacht is waar ze terecht zou komen. Maar ziet daar wel die schrijdende, het scheidende leed eigenlijk uh, in de ontwikkelingsgebieden. Uh, en dan moet ze een meisje langs de kant van de straat, dat zit te bedelen, wat ze veel doen. En dat heeft ze toch een of andere uh, gevoel voor. Die wil ze helpen door uh, een schooluniform. en ze geeft er geld. En boeken voor school en dat soort dingen allemaal. En daardoor krijgt ze toch een hele sterke band met dat Afrika en wil ze eigenlijk dus niet terug. Ze gaat wel even terug, maar ook weer niet. Ja, ik, 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 vond het nogal, ik, ik vond het best moeilijk om echt in het boek te komen. Het heeft voor mij een tijd geduurd voordat ik echt in het boek zat en dat je echt ook op een leuke manier kunt gaan lezen, was in eerste instantie vond ik het inspannend. En als je eenmaal in het verhaal zit, dan wordt het spannend, maar ook ontspannend. Dan, dan zit je erin en je snapt, je snapt de want Het zijn echt twee verhaallijnen die door elkaar geweven zijn. Je ziet de parallel, terwijl eh, de beide hoofdpersonen helemaal niet weten dat er een parallel is. Maar dat brengt die spanning op het eind zo dicht naar elkaar toe. Van wat gaat er nou gebeuren? Gaat ze nou echt naar Nederland of blijft ze toch in Afrika? Ik kom me heel goed in haar verplaatsen. Van, ja, het, is heel, het tweede gedeelte is heel realistisch geschreven en ook uh, hoe die problemen weergaven. Je moet, je moet wel iemand zijn die, die op kan staan voor dingen. En, en uh, ja, wil, wil nadenken over een boek. Niet lezen om te lezen. Van ik heb 25 boeken klaar dit jaar, uh, dat was het weer. Ik vind wel, het is wel serieus.